Ze geven elkaar vlak voor het startschot de hand. Twee van de favorieten voor de eindzege, Chris Pijnariens en Koen Verweij. Koen, die ondanks zijn weinige voorbereiding toch de strijd aangaat en aan het herstellen is van een verstandskiesoperatie, gaat voor de titel op het KPN NK Marathon te Staphorst. De Dullies All-Star rijder flikt het. Koen Verweij, wat een finale! Ja, dat kan je wel stellen. Pakt voor mij heel mooi uit, dus ik ben er tevreden mee. Ongekend, Nederlands kampioen worden voor de tweede keer. Ja, het is denk ik ook wel de mooiste titel in skileren, de Nederlandse titel in skileren. En ja, ik ben er heel blij mee, vooral al pak je hem voor de tweede keer. En met zo'n voorseizoen komt het wel als een verrassing inderdaad. Was een kopgroep weg? Ik dacht, jullie missen de slag. Ja, maar dat is aan het begin en het is toch een hele lange wedstrijd. En je weet toch wel altijd wel dat de grote namen zaten allemaal nog in het peloton. En het blijft wel onrustig. En na het einde toe gaan ze toch wel rijden. Dus ik had wel verwacht dat het bij elkaar zou komen. Ik heb het zelf op een gegeven moment op het laatst ook nog een beetje geprobeerd. En een paar rondes op kop zitten sleuren. Maar de kopgroep werkte in ieder geval niet echt mee. En ik vond het erg jammer dat we terug werden gepakt. Ik had het wel leuk gevonden. Ik kwam met een kopgroepje aan. En vanuit daar nog een leuke finale maken. Maar ja, toen in de laatste rondes zou ik er voor Jan aantrekken. En Jan zat achter mij en die wist net niet zijn positie te behouden. Want het was erg rumoerig. En buiten alles om pakte het heel goed uit voor mij. En kon ik op het laatste mooi overheen. Ja, het is de mooiste titel. De mooiste titel van Nederland, denk ik, met skileren. Met wegtitels en NK-baan. De marathon is denk ik de meest gewaardeerde titel in het Nederlandse skileren.